Hallo en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Do It Self Idee. Ik ga jullie weer het braaien dichterbij brengen. Heb ik dat al 1000 keer gezegd? Waarschijnlijk. Maar ik dacht, vandaag gaan we een heel belangrijk proces in de breiproces bekijken, namelijk het wassen en blokkeren. Laten we zeggen dat we iets hebben gebreid van wol of katoen. Dan willen we het natuurlijk in vorm brengen. We willen ook dat het in vorm blijft. Als ik een trui van wol brei en deze direct na het eerste dragen in de wasmachine stop, dan is de kans heel groot dat het hele ding vervormt, uitrekt, misschien zelfs filte. Hetzelfde geldt voor katoen, hoewel katoen zich net iets anders gedraagt. Als we bijvoorbeeld een katoenen t-shirt hebben en dit een beetje uitrekt, dan krijgen we het moeilijk weer in vorm. Daarom is het goed om het vanaf het begin in vorm te brengen, zodat het later tijdens het dragen en bij herhaaldelijk wassen niet meer uit vorm raakt. Er zijn verschillende methodes. Ik zou zeggen, laten we weer beginnen bij de basis. Wat gebeurt er eigenlijk bij het wassen en blokkeren? Ten eerste openen de steken zich en haken ze ook mooier in elkaar. Dit komt onder andere doordat bij dierlijke vezels zoals wol, vergelijkbaar met onze haren, als we onze haren wassen, ze eerst een beetje roef worden, omdat kleine schubjes door het water een beetje van de haren afsplijten, waardoor ze meer haken. Dan doen we meestal conditioner erop en wordt alles weer glad en kunnen we onze haren mooi kammen. Hetzelfde geldt voor de wol, dus de steken openen zich, het garen komt tot bloei, zoals het in het Engels soms wordt genoemd. Dus ze worden nog iets luchtiger en echt mooi pluizig. Er is ook gewoon een vorm en we hebben de mogelijkheid, als ons breiwerk vochtig is, hetzij door stoom of door het in een waterbad te doen, om het goed in vorm te trekken, het te laten drogen en dan blijft het idealiter precies zo. En waarom is dit zo belangrijk? Ik vind het vooral belangrijk bij alle projecten waar het om de maat gaat. Als we een trui willen breien en de steekaantallen zijn opgegeven en we hebben onze proeflap gebreid en deze past, laten we zeggen, ik wil van dit garen een trui breien die recht gebreid wordt, dus ik maak de proeflap en de proeflap past, maar ik heb deze twee nog niet gewassen. Dan kan het zijn, oké, ik heb 22 steken op 10 centimeter, geweldig, ik kan mijn trui breien. Ik brei de trui, trek hem een keer aan, stop hem in de wasmachine en merk, oh jeetje, excuseer het woord hier, maar oh jeetje, de trui past helemaal niet meer. Hij is te groot geworden, hij is uitgerekt. Daarom is het belangrijk, echt belangrijk, om ook de proeflap één keer te wassen of te blokkeren. Want als de proeflap al verandert, krimpt of uitrekt, weten we pas hoe ons kledingstuk zich later gedraagt. Dus alsjeblieft, dat is heel belangrijk. Wassen, blokkeren, ook de proeflap en het voltooide breiwerk sowieso. Ja, wol gedraagt zich anders dan katoen, heb ik al gezegd. Bij wol, vergelijkbaar met onze eigen haren van hoornmateriaal, zilveren kleine schubben van de haren af, waardoor ze meer haken. En dat kan zich dan ook weer een beetje sluiten. Bij katoen is het anders. Katoen is veel minder rekbaar en als het eenmaal uitgerekt is, blijft het ook zo. Daarom behandelen we onze breiwerken ook normaal gesproken iets anders. Als we kunstvezels hebben, polyester, acryl, dan zou ik die ook liever met stoom behandelen, zoals mijn katoen. Als ik kunstvezels of natuurlijke vezels heb, zoals linnen of ook brandnetelvezels of dierlijke vezels, dan liever met een waterbad, hoewel ik het ook met stoom kan doen. Maar ik zou een katoenen item liever niet in een waterbad doen, omdat het veel meer vocht opneemt. Ik heb al even kort aangestipt dat ik de vezels verschillend behandel. Dus wol is vergelijkbaar met ons eigen haar. Dat kan ook splijten. Ik heb hier een klein prachtig notitieblokje gehaald,
Dus als bijvoorbeeld volvezels, deze dierlijke vezels, in contact komen met water, kunnen zich kleine spluitplaatjes vormen, zoals ja, haren hebben een speciale structuur. Deze schuiven een beetje van het haar zelf weg en daardoor haken ze meer. En daardoor ontstaat ook die vilt als je wol te heftig vast. Bij katoen is het anders. Katoen werkt gewoon anders. Het is ook niet zo rekbaar als gebreide stof. En als het eenmaal uit vorm is, blijft het ook uit vorm. Daarom zou ik deze verschillende stoffen of garens verschillend behandelen. Katoen liever met heet water, want als we katoen bijvoorbeeld een echte katoenen trouw de eerste keer in water onderdompelen, zuigt het zich ongelooflijk vol, wordt heel zwaar. Boom, dan is hij misschien meteen uit vorm getrokken en krijgen we hem niet meer terug in de vorm. Daarom liever hier iets milder. Dit zou ik ook doen voor synthetische garens, zoals polyester, acryl, zodat we niet meteen aan die vorm trekken. Maar ook hier niet met het strijkijzer direct op het garen, zodat het niet smelt, maar echt heel voorzichtig met de stoom werken. Katoen kunnen we in het waterbad doen, ook natuurlijke vezels zoals linnen of brandnetelvezels. Niet dat ik daar vroeger ooit mee gewerkt heb, maar wie weet, wat niet is, kan nog komen. En dat kunnen we gerust in een waterbad doen. Dat laat ik jullie zo zien. Wol kunnen we natuurlijk ook vastspelden en met stoom behandelen. Het is aan jullie wat jullie prettiger vinden. Laten we echter beginnen met het waterbad. Voor onze gewone wol, om ons breiwerk te blokkeren, hebben we water nodig. En dat kunnen we in een kleine doos doen, zoals hier, afhankelijk van de grootte van het breiwerk. In een gootsteen of ook in een emmer. En dan hebben we wat wolwasmiddel of milde zeep, milde shampoo nodig. Ik heb hier een wolwasmiddel dat echt gevoelig is, ook geschikt voor babykleding. En ik doe hier echt maar een beetje van in. We willen niet te veel. We kunnen het geheel een beetje doorroeren met onze vingers, zodat we niet op één plek veel te veel hebben en dan ons breiwerk onderdompelen. En daarbij is het echt heel belangrijk dat het hele breiwerk in het water is en niet te veel wordt bewogen, niet te veel wordt uitgewrongen. Dus nu ben ik hier met mijn zonnebril. Het is namelijk prachtig weer. Aan de camerastang gekomen. Zo, we bewegen het voorzichtig heen en weer, zodat het hele stuk zich met het water kan vullen. Wat trouwens alleen blauw is. Dus alsjeblieft, geen heet water, want we willen niet dat ons breiwerk vilt. Dus het mag maximaal een beetje heen en weer worden bewogen. Afhankelijk van de grootte kan je het ook een beetje in vorm trekken. Dit hoef ik hier niet te doen. Ik doe dat liever meteen op mijn blokmaat. Maar wie wil kan hier al een beetje, afhankelijk van het patroon wat je hebt gebreid, waar je weet, hier is iets samengekomen, al een beetje uit elkaar trekken. Als je breiwerk veel strakker is dan het zou moeten zijn, kun je het ook langer hierin laten, zelfs een nacht. Dat is echt geen probleem. Het droogt later alleen prima op, maar anders zijn 20 tot 30 minuten genoeg. Na 20 tot 30 minuten kun je het eruit halen. En daarbij is het ook heel belangrijk, alsjeblieft niet uitwringen, geen draaibeweging maken, maar gewoon heel voorzichtig het water eruit drukken. Dat is al genoeg. Dat is een goede start. En afhankelijk van welke zeep of wasmiddel je hebt gebruikt, wil je het misschien nog één keer in schoon water leggen. Dus alsjeblieft niet uitspoelen in schoon water en ook geen grote temperatuurschok. Maar als dit lauw is en het volgende water voor het uitspoelen van je wasmiddel of je zeep koud is, dan is dat goed. Na 20 tot 30 minuten is dit water ook afgekoeld, dus leg het gerust nog één keer in koud water. Doe hetzelfde, tenzij je een product hebt dat je zonder uitspoelen kunt gebruiken, zoals ik hier nu heb. En dan graag nog één keer in een handdoek rollen. Ik merk dat werkelijk alle wolstukken, alles wat ik hier vandaag heb,
inclusief de kleur van mijn nagels, het thema blauw is. Het thema water. Dan kun je je breiwerk nog één keer in een handdoek leggen. Hier ook al een beetje in vorm trekken als je wilt, maar hier komt het nog niet zo nauw en rol het op. Ook hier alsjeblieft niet uitwringen, gewoon oprollen en nogmaals de vochtigheid uit het breiwerk drukken. Als je een echt groot breiwerk hebt en een hele grote bal, dan kun je er ook op staan. Anders is het hier met de handen uitdrukken genoeg. Als we ons breiwerk voor het eerst in contact met water brengen, vinden normaal gesproken structurele veranderingen plaats. Bij katoen is het iets anders dan bij acryl, polyester of ook linnen of brandnetelweefsels. Maar in de meeste gevallen verandert het materiaal en willen we natuurlijk niet dat onze kroon mooi gebreid is en dan in de wasmachine of in een waterbad gaat en daarna helemaal uit vorm is. Daarom brengen we nu alles in vorm en werken we dan met het stoom. Dat is altijd aan te raden voor katoen, dus liever niet in een waterbad doen, want dan kan het zich behoorlijk vervormen. Als katoen eenmaal vervormd is, wat je misschien ook kent van t-shirts die zijn uitgelopen, krijg je het alleen nog maar moeilijk weer in vorm. Daarom hier mooi op zo'n blokmaat leggen, aan het einde van het bed, op het zitkussen, maakt niet uit waar. Kijk waar je je kroon mooi kunt uitspreiden en sowieso je andere breiwerker ook en vastspelden. De matten die ik hier heb kwamen met praktische speldnaalden. Die kun je gebruiken. Voor sommige breiwerkers zijn die misschien zelfs een beetje te grof als je heel fijn werkt. Hier zou het in ieder geval werken, maar ik dacht zodat je het iets beter kunt zien, gebruik ik mijn kleine spelden. Die gaan ook, dus het hoeft niet altijd professioneel materiaal te zijn. Ik kan het echter wel voor je linken en steek het geheel nu met kleine spelden vast. Ik kan ook altijd nog bijstellen. Ik begin hier gewoon in het midden. Daarbij probeer ik ook op te letten dat ik niet echt één van de buitenste draden neem. Want als die eenmaal eruit getrokken is en het geheel geblokt en is en dan ook weer droog is, blijft het daarna zo. Dus liever hier een beetje binnen de rand werken. Het is ook een goede manier om te kijken, heeft mijn breiwerk de juiste maat? Dus het heeft nu zijn 47 tot 48 centimeter, maar er is nog extreem veel spelling. Dus kan ik gerust nu vastspelden. Kijk anders in je breipatroon, heeft je breiwerk de juiste maat? Als dat niet zo is, is het nu het moment om het op de juiste maat te krijgen. Ik ga nu hieromheen werken, ik kan ook altijd nog bijstellen. Hier heb ik een hele lange. Die wilde ik niet gebruiken, want ik wil straks ook nog diep genoeg met mijn strijkijzer kunnen komen, waarmee ik straks overheen ga met stoom. Nog een kleine tip voor het omgaan met onze stukken. Hou ze alsjeblieft met beide handen goed vast, niet aan één hoek.
Ik bedoel, bij dit kleine stuk maakt het niet zoveel uit, maar vooral als onze breiwerken nat zijn en we ze alleen aan één hoek vasthouden, kan het zijn dat het zich vervormt. Dus alsjeblieft met veel geduld en gevoel voor detail onze breiwerken hanteren. Over de matten en deze methode kan ik zo meteen nog iets zeggen. Als we het wassen en blokkeren van een katoenen breiwerk bekijken, zijn deze matten heel praktisch. Als je tevreden bent met het resultaat, de laatste veranderingen hebt aangebracht, hebt bekeken of je lijnen mooi zijn, is er nu ook de mogelijkheid als je ziet dat er ergens een grote gat of een steek te groot is, dat je die een beetje in de pas trekt. Dan kun je nu met de strijkijzer hier echt overheen stomen en dat ook niet te zuinig. Ik heb het lekker heet ingesteld, dat is katoen, daar gebeurt niks mee. We willen dat het echt de vochtigheid opneemt. Ik heb hier ook spelden met een glazen kop. Ik denk bij de stoom moet een beetje het stoom ook in orde zijn als de kopjes van plastic zijn. Maar ik heb sowieso alleen glazen kopspelden hier en die zouden dat goed moeten kunnen hebben. Nu kunnen we het laten opdrogen en pas als we zeker weten dat het mooi droog is, nemen we de spelden eruit. Ik ben klaar. Nou ja, half. Mijn wolbreiwerk ligt hier nog steeds op de blokmaat, want ik merk het is nog een beetje vochtig. Dus het heeft tijd nodig. Geef je stukken de tijd die ze nodig hebben. Maar wat ik je hier wilde laten zien, is dat ik ook de gaten die ik hier heb gebreid, met mijn spelden heb bewerkt. Dus afhankelijk van het patroon heb je misschien ook gaten erin die je nog wilt vastspelden met je spelden, zodat ze later bijzonder goed tot hun recht komen. Ik heb nu de gaten erin, 3 grote en 2 kleine, om mezelf te herinneren voor het geval ik later mijn label verlies, dat ik mijn proeflab met naaldsterkte 3,5 heb gebreid. De kroon is echter al droog. Ik heb het alleen gestoomd en ik merk echt dat het een beetje de structuur heeft veranderd. Vooral bij deze katoenen garens merk je snel als je met stoom of water aan de slag gaat. Dat het de hele structuur verandert en het een andere textuur krijgt. Dat had ik hier ook bij dit mooie gemerkeriseerde garen. Zodra ik met stoom aan de slag ging, kreeg het een heel andere textuur. Dus absoluut aanbevolen. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als je wilt weten hoe je deze kleine kroon maakt, kijk dan gerust naar mijn laatste video. Daar heb ik het voor je opgenomen. Laat me anders gerust in de reacties weten wat je in de toekomst wilt en hoe het met je gaat. Ik hoor altijd graag van jullie. Dan zeg ik tot de volgende keer bij Doe het zelf ideeën. Doei doei en fijne zomer!